Hoe komt het dat u zo aardig bent gebleven, meneer Kluun? Mijn moeder mij geleerd. Heb je, ja, heb je goed opgevoed. En dat past je goed toe, hè? Ja, past ja aardig. Ik geloof dat deze meneer... Ik geef het door aan mijn dochters. Zegt u? Ik geef het door aan mijn dochters. Oké, dat. Ja. Okay. Maar dank voor het compliment. Ja, hoor. Mensenkennis. Graag. Graag gedaan. Even kijken hoe meneer Kluun... Nou, kijk maar eens. Hoe heet je? Jacques. Jacques. J-A-C-Q. Oké. Hoogtepunt van Jacques. Dit jaar, hè? Dit jaar zelfs. Ja. Nou, de kerstman toch wel, neem ik aan. De kerstman moet komen. Voor mij is mijn hele leven hoog. Ja. Ik hoor het al, meneer is een filosoof. Soms. Zo, kijk eens even. Zo. Dan zou je hier ook nog eens laten signeren, dus... Ja, ja, daarom heb je dit stuk gelezen van het signeren. Ja, ik heb het ook gehoord. Dan is het met veel plezier gedaan. Voor mijn Zevenaar toch hoort daar met Pekerman. Waar, in Zevenaar? Ja. Ja. In de bibliotheek. Ja. Dat is niet zo lang geleden, toch? Een paar maanden geleden. Ja, oh, denk ik. Ja. Ja. Dat was een leuke avond. Ja, vond ik ook. Ja, met Christel is het altijd leuk. Ja. Zo'n heel leuk mens, maar ook altijd lachen. En, ja. Ja. Ik merk je van die verjaardag, dat wordt helemaal heerlijk. Ik gebruik hem ook wel eens, maar hij kan het veel beter. Hij is geweldig. Zo, meneer Kluun, komen er nog meer, hoor. Gelukkig. Ja, ja. Nee, ik wil handjes. Ja. Handjes wil je? Roze of witte? Dat kan, ik kan kiezen. Wat past het mooiste? Jij ja, dit is van mijn moeder. Wat heeft ze voor huis? Ja, het paard. Paars. Ja, dan weet ik nog iets. Ik doe maar Vols. 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 Hoe heet je? Jean, maar dat is... Jean. Prettige dag nog. Jij ook, hè? Joi. Dat is mijn J-E-A-N.